Ja, Marleen Stuiver in kleine huisjes en hier komt het diepte-interview. Hé, Marleen, waar ben jij geboren en getogen? Ik ben in kleine huisjes geboren en getogen. En hoe was dat? 1987. Ja, en maar hoe bevalt het? Helemaal geweldig. En je woont er nog steeds? Ja. Maar hoe kan dat zonder hangplek en jeugdzoos? Nou, er woont best wel veel jeugd hier in kleine huisjes. En meestal gaan we bij elkaar samen zitten of we gaan naar Kloosterburen op de fiets. Jullie zitten gewoon bij elkaar thuis dan? Ja, pokeren. Pokeren, yes. Ook hier wordt dus druk gepokerd. Ja. En wat was er dan zo leuk aan kleine huisjes? Nou, we hebben elk jaar weer een dorpsfeest met alle mensen. En dat is super gezellig. Tent in het bos en dan feest vieren. Muziek erbij en thema is meestal. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. En hoeveel jongeren wonen van 12 tot en met 18? 18, ik denk niet veel tussen de 12. Ik denk dan een stuk of 6, 7. Maar het is meer boven de 18. Oké. Okay. Dus we wonen een stuk of 5, 6. Oké. Okay. Nou, hou ons op de hoogte. Is goed. Hey, Marleen, dankjewel. Oké, dank je. Hoi.